De derby van het Westland. FC Schravenzande op bezoek in Naaldwijk op de Hoge Bomen bij Westlandia. En de eerste wedstrijd werd door FC Schravenzande overtuigend met 3-0 gewonnen. Dus Westlandia heeft wat recht te zetten. De wedstrijd wordt geleid door scheidsrechter Smit. En veel publiek langs de kant om dit schouwspel te bekijken. De eerste mogelijkheid is voor FC Schravenzande. Het is Rick Boers die een voorzet kan geven. Die bal wordt teruggelegd. Kan Roy van Beek inschieten. Maar die gaat er niet in. Het is dan een omhaal van Sil van Ooy. En dan via Baris Korts gaat de bal tot corner. Zoals gezegd, dikke rij publiek die deze wedstrijd wilde aanschouwen. Ver ingooien. Westlandia krijgt de bal daar niet weg. En kan de bal worden teruggelegd. Dat is het 12 van Meerten die na een kwartier spelen de 1-0 binnenschiet voor FC Schravenzande. Tot grote vreugde ook van de supporters uit het brede dorp. 1-0 dus voor FC Schravenzande na 16 minuten spelen. Twan van Meerten de doelpunt te maken. Bal wordt teruggelegd. Ondanks hinderen van die Westlandia-verdedigers is Jordi van Leeuwen uiteindelijk kansloos. Volgende aanval weer voor FC Schravenzande. Vanuit rechtsachter wordt de bal hoog ingebracht. Wordt de bal bij Frank Broos gebracht. Die heeft aan de linkerkant behoorlijk wat ruimte. Wordt nu opgevangen door de Westlandia-verdediger. Komt er een schot. Jordi van Leeuwen heeft daar wat moeite mee. Ontstaat er een duel waarin de scheidsrechter dan een overtreding ziet voor Westlandia. De vrije trap. Mark van der Zalm op het middenveld. Speelt Anas Atjebar in. Wordt veel van verwacht. Krijgt een dubbele dekking. Dreigt wat. Probeert dan de vrije man te zoeken. En die vindt hij daar bij Zion Valies. Die komt in het strafschotgebied tot de schot. En die bal gaat voorlangs als de eerste goede mogelijkheid voor de groen-witte. Edgar Leerdam, outkeeper van Westlandia, hoeft daar niet in te grijpen. Dan weer Atjebar. Speelt aan de rechterkant zometeen Zion Valies in. Die gaat dreigen. Probeert de opening te vinden. En doet dat met een simpel diepteballetje op Hidde van de Aarde die de bal teruglegt. Sergio Roeleveld komt dan in balbezit. Maar die komt weliswaar tot de schot, maar lepelt hem te hoog over de kruising. En blijft het zo 1-0 voor de FC Schravenzande. Volgende aanval. Hidde van de Arend weer bal ingebracht. Sergio Roeleveld probeert die bal daar te beschermen. Zijn verlies krijgt de bal, legt hem terug op Desley Brandsen. Die kan uithalen. Maar de bal wordt uiteindelijk van richting veranderd. Blijft het 1-0. En dan gaat Westlandia in de tweede helft op jacht naar die gelijkmaker. En er zal ervoor gezorgd moeten worden dat er vuurwerk is op het veld. Weer Desley Brandsen, Dinant Koen. Die is ingekomen in de tweede helft. Bal zeilt over iedereen en Ismael Afela komt daar in balbezit. Maakt wat mooie bewegingen, legt dan uiteindelijk terug Mark van der Zalm. Die tot een schot komt, maar het ziet er dreigender uit dan het in werkelijkheid is. Vrije trap voor Anas Atjebar. Brengt de bal in. Wordt de bal ingekopt door Kik voor Krom. Maar niet gevaarlijk genoeg om het net te raken. En blijft het dus nog. En zo zien ook de bezorgde toeschouwers van Westlandia nog steeds 1-0 voor Schravenzande. Weer een vrije trap. Die is gevaarlijk. Maar Edgar Leerdam kan de bal wegwerken. Ze was van Atjebar. Tim van Marwijk legt de bal op rechts, terwijl het inderdaad stroomt van de regen. Een foutje daar, kan Atjebar doorlopen? Is dit dan de mogelijkheid? Maar dit schotje is voor Edgar Leerdam een makkie. En zo blijft het 1-0 voor FC Schravenzande. En gaan de punten mee naar het brede dorp. En helaas blijft Westlandia met lege handen achter. We'll be right back.